Natuurwijs is natuureducatie voor basisschoolkinderen. Buitenkomen is voor iedereen belangrijk, maar zeker voor kinderen. Het zijn natuurlijk mensen die nog volop in een ontwikkeling zitten. Je bent met elkaar bezig, je leert samenwerken. Het heeft eigenlijk alleen maar positieve kanten voor kinderen om buiten te zijn. Kijk om je heen, dan zie je dat de kinderen gewoon hartstikke leuk vinden om in de natuur te zijn. Dat is toch een leuke manier om te leren. Met een professionele natuurwijzer gaan ze 3 volle dagen de natuur in. Onze uitjes die wij hebben met Natuurwijs zijn geïntegreerd in ons curriculum. In elke groep gaan wij 3 keer per jaar op een groene excursie. Dit jaar gaat het bijvoorbeeld met een themadier. En aan de hand van dat dier vertellen we wat van tevoren in de klas. Dus we gaan het er alvast wat over hebben. Tijdens de bosdag komen we daarop terug. En na de bosdag evalueren we dat dan weer. Leerkrachten zijn op deze manier niet meer tijd kwijt. Ze hebben eigenlijk een vorm van deskundigheidsbevordering. En een groot gedeelte van de voorbereidingen wordt hun ontlast door de natuurwijzers. Ik vind het leukste dat je met de natuur bezig bent en ook allemaal diertjes ziet. Ik wil ook verwondering over die natuur overbrengen, zodat zij ook zien hoe het in de natuur werkt en dat zij dus ook respect krijgen voor de natuur en daar ook voor gaan. In het bos vond ik het heel leuk, want er waren heel veel dieren. Ik vind het wel leuk, omdat we dan ook een keer van dingen van buiten kunnen leren. Normaal zit het altijd in de school te leren. Je ziet heel ander gedrag terug van kinderen. Je ziet sommige kinderen helemaal opgaan in de natuur. En je ziet een hele mooie andere rolverdeling dan als groep zijnde. Dat is heel tof om terug te zien. Kinderen die worden hier jonge mensen. En die jonge mensen die komen met veel plezier terug en vertellen tegen iedereen die ze maar zien wat ze allemaal kunnen en hebben gevonden. Ja, de ouders vinden dat erg tof dat we dit doen. Je merkt ook aan de enthousiasme, ze willen graag de foto's zien, ze willen horen wat we hebben meegemaakt. Ze worden ook een stukje bewust van de natuur en de kinderen nemen ook altijd hele mooie verhalen mee naar huis. En dan krijgen we dan ook weer terug dat ze dat thuis teruggeven, dus dat is leuk om terug te horen. Ik ga niet echt heel erg vaak naar het bos. En ik vind het ook heel erg leuk dat ik dit dan bij school doe.